Ik ga je leven begraven, oma! Oh, shit! Yo, kijkers! Mijn naam is en Welkom in een nieuwe video van Roblox. Vandaag spelen we het spel Grumpy Grandma Scary Obby. Dit is een andere obby dan, ja, dat je normaal bij een obby ziet. Dit is namelijk een scary obby. Deze obby bevat namelijk een soort van achtervolgingsscenes... ...jumpscares, enge momenten. En ja, het enge poppetje in deze game is dan ook Grumpy Granny. Ik vind het niet echt een hele fijne eerste ontmoeting, Grumpy Granny. Je bent hier aan het snurken met een vieze mega wel. Ik vind het zo nasty om naar te kijken. En kijk dat haar ook, dat lijkt op opgedroogd stro. Smash even op die like als je niet wil dat er een oude boze oma naast jouw bed staat vanavond. Ik krijg hier al geen goede vibes van. Dit voelt echt als een. Uh, ja, echt als een soort horrorverhaal, zeg maar. Hier, dit huis. Dit, het voelt, zeg maar, als een soort backrooms-huis. Het voelt heel muf allemaal hier. Alsof alles een beetje. Beetje nat is, zeg maar. Alsof de vloerbedekking hier een beetje natachtig is. Wie heeft ook, in hemelsnaam, zo'n slaapkamer? Even serieus. Dit lijkt me altijd echt super eng. Om in. Oké, okay, niemand heeft zo'n grote kamer. Om je bed niet tegen de muur te hebben. Ik word daar best wel naar van. Gewoon een Aantal dingen. Stel, je kan vanaf je bed niet heel je slaapkamer zien. Daar kan ik echt niet tegen. Als je bed niet tegen de muur staat, daar kan ik ook niet tegen. En als je kamer gewoon iets te groot is. Oké, okay, in dit geval is die echt veel te groot. Ik zou hier echt niet willen liggen midden in de nacht. Maar uh, we gaan in ieder geval maar door. Oh, daar zijn we. Dit lijkt op, op het huis van Talking Ben, <laughs> volgens mij. Daar lijkt het heel erg op. Wat? Wa waarom, is dit zo, waarom is dit zo epic aangegeven? Waarom is een zolder zo epic aangegeven? Is dat waar uh, oma zich bifackeert? Ik heb echt geen idee. En waarom zijn alle deuren ook dicht gebarricadeerd? Oh kijk dit, hier zit zo'n traplift. Ik heb geen idee hoe deze dingen heten. Oh my god. Helaas kan ik hem niet gebruiken. Maar oma gaat die oogst waarschijnlijk gebruiken. En hier hebben we een grandfather's clock. Oké, okay, uh, waar moeten we heen? Ik heb echt geen idee. Moeten we hier heen? Ik heb, ik heb geen idee. Wat? Oh, we hebben een objective. Find grandma's cookies. Oké, okay, oh, ja, oh ja, die zitten hier in de keuken. Oh, wat is dit? Is dat een foto van, van je man? Zo te zien was dat ook een, een, een grumpy grandpa. Jullie, jullie pasten wel goed bij elkaar. Yummy, give me them cookies, baby. Oh. Ha, hoor dat geluid! Oh shit, ze is echt super snel. Oké, okay, uh, oké, okay, wacht, wacht. Uh, even switchen. Je moet, oh shit, oh, shit ze is zo flipping snel. Oké, okay, holy moly. Ik, ik, ik. Oh, wat is dit, key. Find the key and okay, get in the addict. Ik was even niet aan het opletten. Ik, ik moest gewoon lachen om het geluid wat ze maakte. Oké, okay, we pakten dus okay, de koepjes yo. en ze kwam nu tevoorschijn en ze, <laughs> ze liet echt een oerkreet horen. Oh, ze gaat met de lift naar boven. Oh my god, dit heeft te veel lagen. Dit is geweldig. Kan ze ook hier komen? Oké, okay, ik ga door, ik ga door. Kan ze hier komen? Nee. En ook zo, wow, met die soort, dat rollator ding naar boven. Oh my god, dit is veel leuker dan Barry's prison. Ik weet niet, dit is gewoon super droog. Nu ze ook achter je aan komt rennen met gewoon een schreeuw. Wow, kom ze zo achter je aan. Oké, okay, oh, eh... Uh, oma? Ehm... Um. Dit vind ik een beetje verdacht. Waarom heb je een stekelvloer onder je onder je zolder? Wat en. Oh Jezus. Oh, ik viel er bijna in. Oké, okay, die zijn niet helemaal goed bevestigd, oma. En wat is dit een pop? Wie, wie de F heeft er nou een pop? Op zolder staan. Dat is echt super scary. Dat is oprecht echt eng. Daar moet ik niet aan denken. Daar moet ik echt niet aan denken. Oké, okay, nou hier moeten we even lekker gaan parcouren. Ik vind niks verdacht aan dit huis tot nu toe. Het is allemaal prima. Het ziet er allemaal top uit. Oma is de best ever. Heerlijke koekjes. Ja, oma kan soms een beetje boos zijn. Ze is aan het eind van haar leven natuurlijk. En dan kan ze soms een beetje chagrijnig zijn. En dan kan ze soms een beetje uh, uithalen op de kinderen zeg maar. Oké, okay, oh. Wat is dit? Wat? Oké, okay, dus we zijn hier omhoog geklommen in een toren. Wie heeft dan een toren in zijn huis? En dan kunnen we hier het glas breken. Oh, we leven echt op een boerderie. Waarom liggen hier trouwens berenvallen? Ik weet niet. Het, uh, het wordt allemaal steeds minder verdacht in dit huis. Uh, en nog een pop. En waarvoor heb je dit soort poppen nodig? En waarom zijn het ook zulke kleine poppen? Ik heb echt geen idee. Na nou, het zal wel... Oh, en je hebt... Ja, nice. Nice. Dit is totaal niet verdacht. Dit is totaal niet verdacht. Oké, okay, nou, we springen hier maar omhoog. Ik vraag me af hoeveel stages er zijn. Ik heb echt geen idee. En moet je even nagaan, hè. Degene met het wereldrecord zou over 20 seconden klaar zijn met de obbie. En ik denk dat we nog een lange weg te gaan uh, hebben. Um, voor nu... Give me the cookies back. Oh, nee. Oh shit, daar is Grandma. Oké, okay, um, sorry, sorry, oma. Sorry. We, 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 we kunnen het uitpraten. We kunnen het uitpraten. Ik, ik weet het. Ik heb iets te veel koekjes gegeten. Maar je zei dat het mocht. Het spijt me. Ik ga je in de fik zetten hier. Ik ga je levend begraven, oma. Oh shit. Dat was niet zo'n succes. Ik was neergaand opletten, namelijk. We zijn hier dus naar beneden gesprongen. Ik had niet door dat oma meteen achter me aan zou zitten. Bartemius, wat? <laughs> Waar moet ik heen, trouwens? Moet ik je levend begraven? Nee. Wat? Waar moet ik heen? Moet ik mezelf levend laten begraven? Misschien is dat het, of moet ik in de prullenbak verstoppen? Ik heb er geen idee, maar ik ga wel gewoon blijven proberen of zo. Oké, okay, oma, wil je me please levend begraven? Oh, ze gooit het gat niet dicht. Ze, ze is in slaap gevallen. Horen jullie dat? Wanneer ik uit haar, haar zicht verdwijn, dan valt ze gewoon in slaap. Oké, okay, en uh, is dit de schedel van, uh, van je man? Dat zou namelijk echt gestoord zijn. <laughs> dat zou echt gestoord zijn. Oké, okay, oh, what? Um, oma, ik wist niet dat je een hele um, dungeon van een RPG-game of zo in je, uh, in je achtertuin had. Dit is echt ziek gebouwd. Wanneer ben je met dit project begonnen? Oh, daar is ook een stekelvloer. Waarom is het ook zo diep? Dat is toch nergens voor nodig? Jeetje, Mina Oma, je, je bent al zo oud en je begint nog steeds aan zulke projecten. Het is echt fascinerend. Ik weet niet wat voor doeleinden dit heeft. Het geeft me een beetje een Dark Souls vibe, deze lift. Oké, okay. nou, daar gaan we. op up, up and away. Hoe, hoe kan dit? Hoe kan dit trouwens? Je hebt echt gewoon een wolkenkrabber in je tuin staan. Een heel kasteel. Oké, okay, nou, ik, ik ben hartstikke benieuwd wat ik zo te zien krijg. Ik ben hartstikke benieuwd. Oké, okay, we lopen hier naar boven op de toren. Ik denk dat we er bijna zijn trouwens. Oké, okay, ik vind het aantal schedels hier nogal verdacht. Zijn dit... Z heb je gewoon heel veel relaties gehad? Of zijn dit gewoon... Van wie zouden deze schedels moeten zijn? Ik weet niet of er nou echt een heel uh, diep verhaal... Uh... Zo, die voice gaan we niet over hebben. Ik weet niet of er nou een heel diep verhaal um, achter deze game zit. Ik denk het niet, maar ik, uh, ik hou wel van een beetje fantaseren. Oh shit. Ah, jezus, ik schrok me dood. Oké, okay, uh, oh my god, ah, oh, oh my god, ik schrik oprecht. Oh, ik weet, ik had niet door dat er zoveel zombies achter me aan zou lopen. Het is niet super eng, maar ik schrok oprecht. Ik dacht oma zal waarschijnlijk komen, maar nee, het zijn allemaal zombies met allemaal enge monden, hè? Huh? Houd oma hier. Oh shit, shit, oma, het spijt me. Ik, ik, uh, sorry, Ehm um, oma. Please, give me a damn break. Ik probeer met mijn kijkers te praten. Er kwamen dus zombies achter ons aan. Is oma hier een soort van geheime experimenten aan het houden in haar dungeon? Waar ze zombies aan het maken is? Oké, okay. oh, en nu gaan we weer terug. Uh, doei oma, jij past toch niet door deze deur. Daar ben je veel te breed gebouwd voor. Oké, okay, uh, nou, we gaan maar door. Is, is dit een ander stuk? Ik heb echt geen idee. Hoezo zijn we dan nu weer niet in die dungeon? Nu zitten we in een of ander soort industrieel gebouw. Ik krijg hele weird vibes van jou, oma. Hele weird vibes. Ik uh, begin het een beetje verdacht te vinden. Nu pas. Oké. Okay. Oh, en nu zijn we weer boven. Als oma hier weer is, word ik gek. Wat? Race champions? Wat is dit nou weer? Wat? We gaan racen. We gaan racen in een scootmobiel. Oh my god. Ik weet niet of je uh, hier, op, uh, hier trots op moet zijn. Ik weet niet of je uh, hier trots op moet zijn dat je een race champion bent in een scootmobiel. Tegen oma. Oké, okay, nou, here we go. Challenge accepted, oma. Bring it on. Oh my god. Wat, het is zo so sick. <laughs> Kijk dit. Ik kan springen met een rollator. Waarom is er zo'n grote foto van een man daar? Oké, okay, yo, dit is gewoon speedrun 4. Weet jullie die livestreams nog? Dit is echt achterlijk, om heel eerlijk te zijn. Yo, kan ik dit ook gewoon speedrunnen? Oké, okay, ik ga niet op mijn snels. Je kan dit wel heel erg speedrunnen. Ja, dan had ik hem nu al moeten halen. Ah, oh shit, ik ben, geen, ik ben geen race champion. Wow, moet hij niet met cheats zijn? Hoe kan diegene hem nu al hebben? Oké, okay, yo, we did it. Oh, ik kan er ook gewoon in blijven karren. Woehoe! Was die, diegene was, zat vast op level 16. Wat is er nou zo ingewikkeld aan level 16? Dat valt echt reuze mee. Misschien was die eventjes, uh, moest die even de was doen. Oh, moest die eventjes de vaatwasser doen. Oké. Okay. Wat is dit? Oh, oh shit, er komt een megabal naar beneden. Is dat een, een bal met wol? Oké, okay, dat is wel grappig. Dat is wel grappig. Ik weet niet of ik de enige ben die iets uh, heeft misgelopen is in jeugd. Maar mijn oma heeft nooit een wollen trui voor mij gebreid. Ben ik, de, ben ik de enige die dat niet heeft meegemaakt? Ik weet niet, laat het weten in de comments. Voor mijn gevoel loopt iets mis namelijk. Oké, okay, nou, wat uh er achter deze deur. Het is echt constant een soort surprise. Het voelt echt alsof ik uh, high ben ofzo. Gewoon open elke keer mystery deur. Allemaal nieuwe uh, avonturen. Is dit een boss battle? Ja, dat is de winners room. Let's go. Wat is dat? De bazooka. <laughs> Oké, okay, dit is sowieso een boss battle. We moeten oma dus verslaan met een, een Cookie bazooka. Oh shit. Oh, ze is heel erg mini. Ik had echt verwacht dat ze mega zou zijn. Oh, maar je hebt echt bijna geen HP, oma. Oh shit. Never flipping mine. Never mind. Oh, ik raak hier heel gestresst van. Ik raak er heel gestresst van als er zoveel mee zijn. Echt niet leuk. Ik doe me een beetje denken aan. Uh... Aan Wack Wuggy. Van uh, Huggy Wuggy. Van uh, Poppy Playtime. Ah, shit. ik me dood. Ik. Oh, oké. Okay, oh, dat was hem al. Ik dacht, er zijn vast meerdere fases. Want dat is altijd in Simulator games en in Story games. Er zijn er altijd heel veel onmogelijke fases die je nooit kan halen. Maar in dit geval was dat niet zo. Dat was echt heel erg naar. Ik kan daar zo slecht tegen als er zoveel mensen. of weet ik veel monsters van alle kanten op je afkomen. Daar word ik zo naar van. Daar word ik echt heel erg naar van. Maar is dit hem al? Ik had nu verwacht dat hij zo kort was. Come on, bro. Winner's room. Ja, dit is hem. Oh my god. Ik kan Barry zijn. This is a dream come true. Nee, dat is het niet. Yes, ik kan unlimited cookies eten. Ik snap niet. Hoe kan je zo'n model maken? Hoe kan dat? Is het wel menselijk, joh? Ik had het op de Scoopmobiel. Woep Barry op de Scoopmobiel. <laughs> Kijk dit. Oh my god, kan ik ook een ladder beklimmen met de scootmobiel? Dit voelt echt alsof ik een of andere raschere Roblox-game uit 2008 aan het spelen ben. Maar alsnog was die best wel leuk. Laat even in de comments weten wat jullie van deze hobby vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!